Het grote nieuws is dat ik gevraagd ben om in de jury te gaan voor Stad in Steentjes. En ik heb ja gezegd. In een café aan de Leidse Steenstraat vroeg organisator Jan-Jaap de Haan, Lego Masters finalist Bibi Werter, als jurylid voor de Lego bouwwedstrijd Stad in Steentjes. Ja, Stad in Steentjes is al van start. Iedereen kan nu al thuis bouwen, maar we gaan ook live bouwen op allerlei locaties. Dat gaan we in het najaar in de wijken doen, bij verschillende bibliotheken, maar ook BSO's doen mee. Maar we gaan ook gewoon in het centrum van de stad gaan we bouwen. En dat doen we vanaf de Open Monumentendagen. Dat weekend is 11-12 september. En het leuke is dat ik bekend mag maken dat we dat ook met een aantal Lego Masters finalisten gaan doen. En andere deelnemers aan Lego Masters. Dus je Lego idolen komen ook echt naar Leiden en je kunt ze ontmoeten. Waar de finale week van de wedstrijd plaats zal vinden, houdt Daan nog even geheim. Het wordt niet het V&D-gebouw, want daar komt een andere huurder in. En het wordt ook niet het stadhuis, want dat wordt nog verbouwd. Maar we gaan het binnenkort bekendmaken. Werter kan als jurylid zelf niet meedoen aan de wedstrijd. Toch vindt de Lego Master dat niet erg. Nee, ik vind het ook wel leuk om juist te kijken wat anderen er allemaal van maken. En ik ga me ook wel een beetje bemoeien met hoe de dag eruit gaat zien. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke uitdaging. Ja. Stel nou dat je wel mee zou doen, wat zou jij dan bouwen? Ja, nou, we staan natuurlijk voor een hele mooie molen. Ja, die is natuurlijk ook geweldig, zeker met dat water ervoor. En ja, er zijn natuurlijk ook genoeg bruggetjes en van die ophaalbruggen in Leiden. Het oude V&D-gebouw, ja, dat is supermooi. Oudere gebouwen die mooi zijn om na te maken. Ja. Ik zou de Sterrenwacht heel erg gaaf vinden, bijvoorbeeld. Maar ook het academiegebouw. Ik ben benieuwd of iemand zich aan de Burcht wil wagen. Dat is natuurlijk ook, omdat het rond is, wel echt een technisch hoogstandje. Dus ja, dat zijn wel hele bijzondere gebouwen waarvan ik benieuwd ben of iemand het wil proberen. Iedereen kan zich aanmelden door even een mailtje te sturen via het formulier op stadinsteentjes.nl. Daar kun je je naam invullen, de leeftijdscategorie waarin je meedoet en ook je e-mailadres, zodat we contact met je kunnen houden. En dan kun je ook aangeven of je je bouwwerk wil inleveren voor de eindtentoonstelling of dat je een foto instuurt. Ik ga letten natuurlijk op de creativiteit. Nou, wat ik natuurlijk niet kan laten is kijken naar de kleur. Want ja, ik ben dus qua kleur nog steeds. En voor de rest gewoon kijken wat mensen ervan gemaakt hebben. Het gaat voornamelijk om het bezig zijn met de Lego en de creativiteit.